is ook weer een nieuwe video. Hupka Floris. En vandaag gaan wij weer Pokémon kaarten openmaken. Zoals elke zondag om 5 uur. Laat die like achter. Als we weer die 500 likes kunnen halen, zijn jullie zieke strijders. En de video is weer gesponsord door Cardstore.nl. En ben je ook op zoek naar Pokémon kaarten of andere soort kaarten? Check even hun website of webshop. En dan kan je die gewoon lekker daar halen. Ik raad ze heel erg aan. Ook Instagram komt even in beeld. Linkje ook in de beschrijving. Volg ze ook even op Instagram. En wij gaan even vlammen. Wij gaan even vlammen, want wij gaan de Morpeko V-Union Special Collection gaan we openmaken. Let's go. Hier heb ik zin in. Hoppatee, hoppatee. Boom, open. Morpeko is een apart Pokémon. Dan kunnen we linksom, kunnen we rechtsom. Maar wel een leuke Pokémon. Wel een hele leuke Pokémon. En we gaan even kijken wat hier allemaal in zit. Ik heb letterlijk geen flauw idee. Oké, hoppatee. In ieder geval krijgen we één Jumbo card. Die wij in onze Jumbo map kunnen doen. Die nu niet hier ligt. Die ligt in Nederland. En voor de mensen die denken van oké, maar woon je dan nu niet in Nederland? Nee, ik zit nu nog in Madrid. Maar ik ga wel snel terug weer naar Nederland. Oké. Wij gaan even kijken. We hebben dus deze kaart. Weet je wat? Die moeten we dan ook gewoon even rammen. Die moeten we dan gewoon even in dat sleeve rammen. Eerste kaartje. Hoppatee, de linker onderkant. En is denk ik gewoon dezelfde als... Ja, dat is gewoon dezelfde als de Jumbo kaart. Maar dan in 4 losse kaarten. Het is wel een hele vette. Met dus dat rode en dat blauwe. En die Morpeko is gewoon ziek hard aan het rennen. Ziet er wel een beetje dik uit, deze Morpeko. Maar wel vet. Oké, laten we die dan even op de achtergrond houden. En dan zie ik daar 4 pakketjes. Zal het weer... Het is oprecht. Het is wel heel bijzonder. De laatste tijd krijgen we altijd, als we 4 pakketjes krijgen, zijn het altijd dezelfde 4. En het is nu weer dezelfde 4. Het is Fusion Strike dubbel, 2 keer. En dan Brilliant Stars 2 keer. Nou, Brilliant Stars, mijn lievelingsset, of één van mijn lievelingssetten. Sets. Dus we beginnen met Fusion Strike met de Mew aan de voorkant. Let's go, eerste pakketje. Ik heb er heel veel zin in. Voor deze vinden we... De schoonmaker is trouwens net langs geweest. Dat is super chill. Ja, mijn appartement wordt schoongemaakt. En nee, ik heb niet de schoonmaker zelf ingehuurd. Zo rijk ben ik ook weer niet. Dat komt bij dit appartement die ik nu huur. Komt er een schoonmaker elke week. Nou, super mooi natuurlijk. Kan je het trouwens wel zien op... Oh nee. Ja, kan je misschien wel op de achtergrond zien. Ik weet niet hoeveel ik mijn facecam uitknip. Oh, shoot. Die vorige video hadden we 3 kopbreide energies. En ik ben helemaal vergeten te raden. Nou ja, Lightning Energy deze keer dus. Beginnen we. Shauna. Primeape. Simipour. Rookidee. Die naar zijn eigen schaduw aan het kijken was. Glareon de Remuka. De Remaka. Sleepyde. Stuffel in de nacht. Sandycast. Lekker aan het zand natuurlijk. Waar moet hij anders zijn? Oké. Prima reverse hollowtje hoor. Latios. Helemaal niet verkeerd. En de eerste kaart is een... Een Huntail. Ik heb deze alleen nog niet, want deze komt echt totaal niet bekend voor. En het is de evolutie van Clamperl. Ik wist niet eens dat Clamperl een evolutie had. Oké. Best een rare Pokémon, maar ook wel weer een beetje lijp ofzo. Het heeft een beetje een raar gezicht, maar het is best wel een vette Pokémon op zich. Maar helaas geen holo of beter, dus dat is jammer. Gaan we door naar het tweede pakketje van Fusion Strike. En dan jongen, kijken wat we in deze krijgen. 1. Oh, dan moeten we gokken, hè? Ja, ik water. We hebben net die Huntail gehad. Water. Fighting. Zo zie je maar, jongens. Je kan het niet altijd goed hebben. Dat driekoprij was echt heel speciaal. Shauna. Victini. Electric. Oké, mooi kaartje. Galarian Zigzagoon, ook wel een leuk kaartje. Laten we even inzoomen. Ja, leuk kaartje. Galarian Zigzagoon. Mankey, hanging in a tree. Clownshur. Growlithe, Stuffle. Dit is een beauty. Dit is een mooie... We hebben nu 2 hele mooie reverse holos gekregen op rij. Nu een Luxray. En die vorige, die Latias, was ook heel vet. Maar kom op, kunnen we iets krijgen? Ja, let's go! Holy boys, let's go! Eindelijk weer een pool. En het is ook een lijpe. Boltund V-Max. Wauw. Is heel vet. Ik vind Boltund echt een zieke Pokémon. Elektrische honden. Lijp. Hou ik van. Luxray. Boltund. Manectric. Allemaal gewoon lijp. Hoppatee. Gaat in een sleevey. De V-Max. Boltund V-Max. Let's go, boys. En we hebben nog 2 pakketjes te gaan. We eindigen natuurlijk met de Big Boy Charizard.
En ik voel, ik ga hem nu ook gelijk al callen. Psychisch. Ik voel opeens, ik weet niet waarom. Oeh, kijk, de eerste kaart is wel psychisch. Ik voel gewoon psychische energy. Ik weet niet hoe, maar opeens. Opeens voelde ik hem. Draai je dit even om. 1, 2, 3, 4. Ja, ik heb dus al gezegd, psychisch. Ik voelde me gelijk, jongens. Ik had het pakketje vast. En ik voelde gelijk psychisch. Oké, psychisch. Helemaal mooi. Gaan we door naar Double Turbo Energy. Probo Pass met... Wat heeft Probo Pass daarnaast zich? Oké, misschien hoort het bij Probo Pass. Dat weet ik eigenlijk niet. Brandplup, zieke evaluatie, je chain. Baltoy. Snorrent. Nosepass. Dan. Chucho, kunnen we weer een hele zieke reverse holo krijgen? Nee, we moeten eerlijk zijn. Grimer is wel minder. En laatste kaart, kom op! Oh. Mijn. God, en ik ben out of sleeves. Die ik hier klaar had staan. Marnie Sprite. Een kaartje, Marnie. Een van de lijpere karakters van Sword and Shield natuurlijk. Misschien wel de meest populaire. In ieder geval een hele populaire. Marnie Sprite. Dit is een kaartje. Even zien buiten de... Ja, die is lijp. Oeh. Moeilijke keuze welke ik lijper trouwens vind. Bolt het Vime. Normaal gesproken ben ik het niet zo van de trainers full art. Daar heb ik niet heel veel mee. Maar deze is wel vet omdat het Marnie is. En ik vind het gewoon een hele mooie kaart in de arena. Oeh. Misschien zou ik voor deze gaan. Maar dit is een lastige. Normaal is het echt altijd oké. Een VMAX over trainer. Bijna altijd. Dus een lijpe Pokémon en een hele lijpe full art. Dan kan je wel een normale full art krijgen en een normale VMAX. Maar dit zijn echt lijpe ook. Nou, kunnen we dan 3 op rij scoren? Vorige keer 3 op rij de energy goed, nu 3 op rij een lijpe hit. Dat zou wat zijn, jongens. Moeten we nu even de energy gokken. En ik gok op een... Ik ga gewoon gek doen. Staal. Staal. Dat is gewoon bijna nooit. Fire in... Oké. Okay. De fire in the Charizard pak. Is dit insane, boys? Is dit insane? Ik weet niet, hoor. Ik weet niet. Executor. Hunting Gloves. Fracture. Ik wil ook een keer een pakketje openmaken en gewoon hem laten vallen. En dat dan alle kaarten uit elkaar vallen en dan kijken of er een ziek in zit. Ik weet niet, lijkt me ook een keer vet. Ik zit altijd na te denken als ik hem vast heb, wat als ik hem laat vallen en dan... Ja, oké, dat niet. Oké, Bidoof. Heel raar, jongens. Electabuzz. Haluche. Bazel. Gabble. Oké, boys. 3 keer op rij een hit, hoor. Flareon character card. Heel lijp, zeg ook. Nee, nu lijkt het wel alsof ik het nep vind. Oh, heel lijp. Hij vindt alles lijp. Nee, maar dit zijn echt 3 hele lijpe pools. Gaan we dan een 4 doen? Of gaan we niet gek doen? Hey, Borba. Dit is een lijp kaartje, Borba. Ik moet even een sleeve halen. Ik moet even... Blijf kijken. Oké, ik heb nog heel veel sleeves hoor. Daar niet van, maar ze zitten wat dieper in mijn setup. Dus dat pak ik zo. Dus deze sleeve ik straks. Oeh, wacht, moet ik wel even vastpakken. Ja, yeah. Flareon. Nou, boys. Dit had niet veel beter gekund. Wil jij ook de Morpeko V Union Special Collection? Kennelijk hele lijpe boxen. Ga naar cardstore.nl, linkje in de beschrijving bovenaan. Check ze en volgende week zondag om 5 uur ben ik weer terug met een nieuwe Pokémon video. Ik hoop dat je een leuke video hebt kijken. Zien we de volgende video en tot dan eens.